wordt dus ingeluid met heel veel vuurwerk en heel veel rook. Als de spelers van Go Ahead en Vitesse het veld opkomen. Ik weet niet of dit het was qua vuurwerk. Dan moeten de spelers daarvoor maar voor gaan zorgen. Die kunnen dat veel beter. Go Ahead, 12e plaats, 14 punten. En al 8 wedstrijden in de competitie zonder nederlaag. Telt de bekerwedstrijd tegen Helmond Sport erbij op. En de formatie van René Haken is al 9 wedstrijden ongeslagen. En dan vandaag tegen Vitesse. Dat ze ook knap een punt pakte afgelopen woensdag in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Onder in beeld ziet u de opstelling van Go Ahead. Het is dezelfde formatie als vorig weekend. Toen Go Ahead heel knap in de extra tijd een punt pakte op bezoek bij FC Twente. Lidberg is de spits. Willemsson, de IJslander, benutte in Enschede de penalty. En dat was alweer zijn tweede wedstrijd in de laatste 2 wedstrijden. Uit in Amsterdam waren er wel meer met kleine pijntjes, maar Vitek staat wel aan de aftrap. En dus hoeft Cocu zijn ploeg niet te wijzigen. Het zijn dezelfde spelers. Met achterin Arcus, Flamingo, Cornelissen en Vitek. Vidovic in de spits, Manhoef vanaf links en Japi vanaf rechts. Go Ahead heeft niet echt een goed track record, als dat mooi Nederlands is, tegen Vitesse in eigen stadion. De laatste 10 ontmoetingen verloor Go Ahead er 9 en speelde het er eentje gelijk. 1987 won Go Ahead Eagles voor het laatst thuis van Vitesse, toen nog in de eerste divisie. Lindhorst, Ed Vartsen, die ook aan de binnenkant speelt. En er hier op wilskracht bijna langs is. En dan wordt het een overtreding van Ryan Flamingo. En die krijgt ook geel. Gele kaart voor de huurling van Sassuolo. De bal raakt hij zeker niet. Nu dan toch de trap van Rommens. En schitterend raak. Eerste doelpunt van het seizoen voor Philippe Rommens. Hij was er al zo vaak dichtbij. Dit is de perfecte vrije trap. Flamingo. Prima ingespeeld door Bero. Dat is Vitek. Zo kan Vitesse in de aanval. Bero meldt zich ook in het strafschopgebied. Vitek kan gaan schieten. Dat is een prima schot. Toch best een aardige poging van de linksback Vitek. Die vorig seizoen zo vaak scoorde in de Europese wedstrijden van Vitesse. Oh, daar zit Flamingo mis. Lidberg, veel steun. Onder andere Adekanje is er. Hij doet het veel te lang alleen. Maar daar is toch nog het schot en dat is raak. Dat is weer Rommens 2-0. Zo scoor je maanden niet. Zo maak je er 2 in 20 minuten tijd. Flamingo dacht te kunnen onderscheppen. Lidberg wint op kracht. Haalt de trekker over en zorgt voor 2-0. Aan de andere kant moet Kuipers ingrijpen. Komt de keeper van Go Ahead Eagles een beetje tussen wal en schip. Kuipers is hier eigenlijk gezien. En dan laat hij zich gewoon vallen. Bero. Schotsmoord op het lichaam van Itzes. Wel weer een hoekschop voor Vitesse. En deze valt uiteindelijk voor Ed Vatsen. Dat scheelt niet zoveel.
Ook al raakt hij de bal, alles behalve vol. Vanaf 7 januari speelt Go Ahead in de eerste maand van 2023 maar liefst 6 wedstrijden. Lindhorst zet voor, Dijl! Geweldige redding van Reiziger in de kopdoel. Mooi gegeven, buiten bereik van Jappi. Het is niet de keeper, het is de buitenkant van de paal die daar een doelpunt in de weg staat. De hoekschop van Witte en een goede kopbal. Gepakt door de Lange. En behoorlijk vrij kan koppen hier. Niemand staat hem in de weg. Willumsson kan hem niet verlengen. Gepikt door Tronstad. Gevaarlijke voorzet. Schitterend verlengd door Pero. En Vitesse terug in de wedstrijd. Dat is precies wat de ploeg van Cocu nodig heeft. Fijne voorzet van Witek. Kijk hoeveel spelers van Vitesse er daar nog in het strafschopgebied zijn. Pero niet buitenspel en met heel veel gevoel verlengd. Lipberg, hier is ruimte bij Willumsson. Adekanje wil graag in de diepte, daar gaat hij. Adekanje. Die bal moet naar beneden. Adekanje. En als laatste Cornelissen. Hoekschop, go ahead. Hoekschop rommend. En bijna in één keer erin. Reiziger, ternauwernood. Opnieuw rommend. Weer daar, gevaarlijk genoeg. Bal nog niet weg en uiteindelijk naastgeschoten, ruim naastgeschoten door Lindberg. Pero was een soort van portier daar bij de eerste paal. Gaat voor de tweede keer vrij overtuigend onder de bal door. Jappi. Voorzet van Arcus. Hey, dat is Hens. Echt in een reflex. Die arm, die hoort daar niet. En dan ben ik benieuwd hoe de videoscheidsrechter dat ziet. Want er is dus duidelijk twijfel. Het wordt geen penalty voor Vitesse. Wordt aan de bal voor Vidovic, die toch een teleurstellende wedstrijd heeft gespeeld. Het is ook einde wedstrijd voor Jappi en voor Manhoef. Baber, Frederiksen, Haaien en Van Duivenbode in de ploeg. En zo dadelijk als de hoekschop achter de rug is van Vitesse. Ook een dubbele wissel bij Go Ahead. Stokkers gaat in de ploeg komen. En hetzelfde geldt dus voor Jansa. Witek. Door de benen, nooit op benen bij Adekanje. Die schiet de bal er eens een keer in. Willumsson gooit zich in de baan van het schot. Witek. En weer gaat de kopbal richting Koel. Weer levert het een hoekschop op. Jansana. Omdat het te doorzichtig was. En dan is Go Ahead ook weg hier. Ed Vartsen. Ed Vartsen. Redding Reiziger. Ed Vartsen. Recht op de keeper af. Kozlowski. Pero aangetikt, overtreding Jansana. Dan zou je daar toch ook een keer een kaart voor kunnen geven. En dat doet de scheidsrechter dan ook. Terechte kaart voor invaller Jansana. Voor het afstoppen van Matus Pero.
vierde invaller is Miliano Jonathans. 18 jaar, één keer eerder ingevallen dit seizoen. Komt in de ploeg voor de rechtervleugelverdediger uit Haiti, Carlens Arcus. Frederiksen gaat het doen. En doet het ook met overtuiging. Redding Jeffrey de Lange. Nog een keer kijken naar die vrije trap van Baden Frederiksen. Goed gedaan door Duivenboom. Pero. Jonathans. Matouche Pero. De bal valt voor Duivenboom. Het is 2-2. Daar is de toch wel verdiende gelijkmaker voor Vitesse. Zijn eerste goal. Hier Pero. En dan Simon van Duivenboden. Met de gelijkmaker voor de ploeg van Cocu. De Lange krijgt er nog wel een hand tegenaan. Maar is niet in staat om de bal te keren. En eindigt het tussen Go Ahead en Vitesse in de laatste wedstrijd van 2022 in de Eredivisie. In een 2-2 gelijkspel.